Hoogste tijd, vrienden, voor de update natuurlijk van De Boer Zoekt Vrouw. Ja, en jullie weten het, lammetje, die Janine, dat vind ik helemaal niks. Dat is, ik weet niet wat daar aan de hand is, maar dat heeft gewoon, dat hele gebeuren heeft een erotische spanning van een klooster. Dus die vergeten we verder. Nou, dan hebben we natuurlijk onze Boppe, onze Jouke daar in Friesland. Nou, daar wil ik ook eigenlijk niks meer over zeggen. Want die heeft de vorige keer, heeft hij, zeg maar die Marion, die Limburgse fly, die heeft hij gewoon zo, als een stukje keukenrol, zo in de prullenbak gegooid. Nou, dat kon echt niet. Dus die vergeten we verder. Dan gaan we door met Hinnik. Ja, bijgenaamd Hans. Nou, en die Hans die zit dus daar met die twee dames, maar daar zit ook geen enkele schot in. Nee, je hebt het Zeeuws meisje, die Annette, en die moet hij gewoon nemen. En die andere, die buurvrouw, waarvan ik dacht, ja, dat moet ik dus even bijstellen, vrienden. Die buurvrouw, ik dacht, oh, dat wordt een grote kanshebber. Dat gaat hem worden. Nee. Die buurvrouw die gaan we vergeten, want die zit maar te sippen en te piepen over haar overleden man. Dus die moet weg, heel snel weg. En dan houden we over die Annette, bijgenaamd Zeeuws meisje. En dan komen we natuurlijk bij Rob Kersenpit. Ja, die Kersenpit, die zit daar vrolijk maar te zingen de hele tijd met die dames. Maar ja, die dames hadden vorige keer, hadden ze gezegd, zeg maar die Sonja, die krullenbol, en die andere, die Flirt, die Wendy, die hadden allebei gezegd van, nou, we zien het helemaal niet zo zitten. Eigenlijk in die Kersenpit. En er was nog niks. Maar nu begint die Kersenpit, die begint opeens vragen te stellen. Oh, nou, daar worden ze al zo verschrikkelijk gelukkig van, de dames. Dus wat zegt die krullenbol nu? Die zegt, dit heeft de potentie om een verliefdheid te worden. Ik moet je nagaan. Stel je voor dat ik dat ooit tegen Jut had gezegd. En dan had ze toch gelijk weggehold en weggerend en weggesprint zelfs. Nou, in ieder geval, dat heeft die Flirt, die Wendy, die heeft dat ook ineens. Die heeft ook zoiets van, oh nee, ja, ik word nu gehoord en gezien. Zegt ze. Dus nou ja, goed. We wachten het verder maar af met die Kersenpit. En dan komen we natuurlijk bij mijn favoriet. Bij Evert. Ja, Koetjeboe. En Koetjeboe, ja geweldig. Maar die stuurde dus die Cora weg. Maar ja, die Cora, die wordt bijgenaamd huilenbalkie. Huilenbalkie, die was, oh, die wilde zo graag. Oh god, die vond het zo geweldig. Maar Koetjeboe, had daar maling aan en stuurde haar weg. Maar wat gebeurde er toen? Ja, daar hebben we ons allemaal natuurlijk krom om gelachen. Toen ging de huilenbalk, die ging woep. Die ging naar Koop, naar de broer van Koetjeboe. Nou zeg, hoe leuk wil je het maken? En dat komt omdat huilenbalkje, die wil zo graag een boer. En die wil zo graag een man, dat zei ze ook. Ik wil huisje, boompje, boertje. Dat wil ze gewoon. Nou ja, en dan gaat ze nu achteraan. Daar ben ik op. En goed, dat is natuurlijk geweldig spannend hoe dat gaat aflopen tussen huilenbalkie en die Koop. Nou, dan houden we natuurlijk over, want we zijn natuurlijk dolgelukkig met z'n allen, dat Mout, onze Mout, is in de wedstrijd gebleven. Dankjewel. Dankjewel, Koetjeboe. Die Koetjeboe is toch ook een figuur, vrienden. He? Ja, dan vragen ze aan hem, hoe vind je het allemaal? Ja, hij vindt het allemaal wel leuk, weet je wel. Hij heeft er eigenlijk geen woorden voor. Koetjeboe, die weet helemaal niks van flirten af. Weet helemaal niks van vrouwen af. Koetjeboe, zijn wereld speelt zich af in zwart-witte vlekken. In uiers, koeienvlaaien en blatende koppen. Dat is de wereld van Koetjeboe. En in die wereld loopt nu een Mout rond. En die Mout, die wil Koetjeboe ontdekken. Wow, ja. En ik wil Koetjeboe om me heen hebben. En ik wil in zijn zone zijn, zegt Mout. Ja, ze vindt het alleen maar lollig, die Mout. Dat is het gewoon. Om daar een beetje op zo'n boerderij te zijn. En bij zo'n zwijgende boer. En dat hele gebeuren, dat vindt ze dan
een soort van leuk. Dat is het helemaal voor die mout. Zo van, ja, kijk mij eens even. Leuk hier, hè? In mijn overalletje met mijn zwijgende boertje. Dat is het gewoon. En aan de andere kant hebben we dus Koetje Boe. En die heeft werkelijk geen benul, vrienden. Voel je het? Dit geweldige, prachtig, mooie misverstand. Ah, dat wordt echt genieten, hoor.